De Nationale Kunstbeurs 2016 ging gisteren van start op twee locaties, te weten de Banquet Hall van Torarica en de hal aan de Grote Combiweg. De beurs loopt van 28 oktober tot 6 november. Behalve de traditionele kunstvormen, zoals schilderijen en installaties, krijgen bezoekers ook interactieve kunst te zien. Hierbij krijgen zij de kans te participeren aan diverse interactieve kunstactiviteiten, zoals schilderen op panelen. De organisatie wil onder andere vooral de interesse van de jeugd met betrekking tot de kunst vergroten. Verder wordt getracht een groot eenheidsschilderij te produceren, vervaardigd door kinderen en volwassen bezoekers van de kunstbeurs. Samen met het ministerie van Onderwijs werkt de organisatie van de kunstbeurs er hard aan om een vaste locatie te bewerkstelligen waar er multidisciplinair aan kunst gedaan kan worden.